kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn mascara's test laten zien. Ik ben een tijdje geleden weer begonnen met nieuwe testvideo's maken. En zoals ik ook in die video's al heb verteld, neem ik de producten los op, zeg maar. Dus ik neem losse testvideo's op van de producten, omdat ik vaak best wel veel heb van producten. En ik dacht, nou ja, het is gewoon handig om deze los te doen. Ik wil later ook nog een keer een volledige testvideo opnemen, zodat ik kan laten zien hoe ik mijn dingen organiseer en zo, hoe ik alles opberg. Maar voor nu is het gewoon weer tijd even voor een gewone testvideo. En dit keer laat ik jullie dus mijn mascara's test zien. Ik heb een aantal mascara's, die heb ik nog niet getest. Die zal ik ook laten zien, maar die zal ik wel dicht laten zitten, want zodra je de mascara opendraait, dan is er natuurlijk een houdbaarheidsdatum aan. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik hecht daar nooit heel veel waarde aan, want zolang een product werkt, werkt het voor mij. Ja, het leek mij wel leuk om mijn mascara's te laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke mascara's ik zowel in mijn stash heb zitten, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met de mascara's die ik dus nog niet getest heb. Die zitten dus nog in mijn reviewbakken. Maar het leek me wel leuk om die toch even aan jullie te laten zien. Omdat die uiteindelijk in mijn stash gaan belanden. Ik begin even met de mascara's van Essence. Allereerst heb ik de Supercurl Volume Mascara met Eye Opening. Dat is deze mascara. Even kijken hoor. Hij belooft super gekrulde en veel volume aan je wenkbrauwen, aan je wimpers te geven. Dus ja, dat is eigenlijk het enige wat hij belooft. Op de achterkant staat het borsteltje. Dat kan je nu niet zo heel goed zien. Maar nogmaals, ik ga ze dus nog niet opendraaien. Omdat ik deze gewoon nog niet heb getest. En ik het dan prettig vind om ze even dicht te laten. Dat is allereerst deze dus. Dan heb ik de Vibrant Shock Lash & Brow Gel Mascara. Ja, dit product ziet er zo uit. Ik heb hem in een rood kleurtje genomen. Heeft hij een naam? Nee. Het is een gel mascara. Je kunt hem dus zowel voor je wenkbrauwen gebruiken, maar ook voor je wimpers. Dus ik heb hem er wel bij gedaan. Ik weet niet of het echt wat is, aangezien de kleur er zo uitziet. Maar ik was wel benieuwd hoe dit zou zijn. Dus die. En de laatste mascara van Essence. Dat is de Volume Booster Lash Primer. Super Volume met Superfoods. Er zit Acai Oil in en Mango Butter. Dit is eigenlijk gewoon een witte mascara die je als basis kunt gebruiken. Waar je dus een mascara overheen aanbrengt. Ja, eigenlijk gewoon een primer waarmee je ook langere wimpers zou kunnen creëren. Dat is vaak wat deze mascara's beloven. Dan twee mascara's van Catrice die ik dus nog niet getest heb. Dat is allereerst de Clam & Doll Volumizing Mascara Primer. Dit is een Triple Boost with Argan Oil. Dat is deze. Ik denk dat je, als je ook heel erg van make-up houdt, dat je misschien wel bekend bent met de Clam & Doll mascara's. Maar daar hebben ze dus ook een primer van. En dat is deze witte variant. Hij belooft maximaal volume. Dus dat is die. En dan heb ik de Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black 24 Hour. Dit is een ultra zwarte mascara voor veel volume. En just one stroke do the special Hour Clash Shape Brush. Hier zit dus een bepaald borsteltje aan. Ik ga ervan uit dat het een vrij dik borsteltje is. Zo ziet de huls eruit. Ik ben voor de gewone variant gegaan. Ze hebben hem ook in waterproof. Maar ja, ik gebruik niet heel vaak waterproof mascara's. Dus dat is deze. En als ik de vorm zie, denk ik dat hier echt een heel erg volume borsteltje in gaat zitten. Maar hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus dat waren even de mascara's die ik dus nog moet testen. Dan ga ik nu over echt naar de mascara's die in mijn stash zitten. Ik begin even met de Get Big Lashes Volume Boost mascara van Essence. Dat is deze. Deze mascara zit in mijn Everyday bakje eigenlijk.
En deze belooft maximum volume en extremely thick lashes. Nou, ik vind het een prima mascara gewoon ook wel voor dagelijks gebruik. Dus vandaar dat hij in mijn everyday bakje zit. Maar het is niet dat hij extreem veel volume geeft. Maar ik vind het wel een fijne mascara. Dan heb ik nog zo'n Cat Big Lashes Volume Boost mascara. En deze is dan in een waterproof variant. Dit is eigenlijk dezelfde mascara als die ik net liet zien. Alleen deze is dan waterproof. En deze kocht ik ooit eens in zo'n dubbel verpakking. En daar zat deze ook bij. En ja, deze geeft dan wel weer wat meer volume, heb ik het idee. Dat is heel erg gek, omdat die dan waterproof is. Net dat die meer volume geeft. Waarschijnlijk zit het tussen mijn oren, maar ik heb het idee van wel. Ik ga de producten trouwens ook random uit het bakje halen. Dus het kan zijn dat er ineens heel veel merken van achter elkaar komen die een beetje hetzelfde zijn. Maar ik heb vooral low budget mascara's. Dan heb ik een mascara van Catrice. En dat is de Ultra Curl and Volume Mascara. Lashes to Kill with Eye Opening Effect. En deze belooft extra curl en volume. Deze is echt heel fijn. Deze geeft echt heel veel volume. Ik heb echt hierbij denk ik echt van wauw. Zo vind ik mijn wimpers echt mooi. Er zit ook een heel fijn borsteltje bij. Ik laat nu trouwens eventjes de mascara's wel dicht zitten. Want als ik van elke mascara het borsteltje moet laten zien, wordt deze video super lang. Maar deze heeft echt een heel goed borsteltje. Hij geeft echt een dramatisch volume effect. Hij geeft ook wel wat lengte. Dus ja, en je wimpers worden er ook wel gekruld van. Dus deze vind ik echt super fijn. Gebruik ik ook heel vaak. Dan heb ik een mascara van Maybelline. En dat is de Colossal Go Extreme Volume mascara. Dat is deze, de gele. En deze heeft dus een de steel, zeg maar, waar het borsteltje aan zit, die heeft een soort knik. Dus dat is heel fijn met aanbrengen, vind ik zelf. Deze geeft echt veel volume ook. Gewoon zwart. Heel erg intens. Hou ik van. Dus dit is echt ook een hele fijne mascara. Dan heb ik een mascara van Miss Sporty. En dat is de Studio Lash, de Meowed Look. En deze geeft volume en lengte. En geeft ook weer zo'n wide open eyes effect. Als je op het plaatje kijkt, belooft hij echt een beetje zo'n katten ogen effect. Nou, dat geeft hij niet, maar het is wel een hele fijne mascara. En ik gebruik deze ook graag in combinatie met de bijpassende eyeliner. Dus ook wel een hele fijne mascara. Ook een fijn borsteltje die eraan zit. Dus deze vind ik ook echt heel erg fijn. Dan heb ik de Lash Extension Volume Mascara Waterproof van Catrice. En dit is een waterproof volume mascara. With Lash Extension Vibes. Ja, het is wel gewoon een fijne mascara. Ik heb niet het idee dat ik er heel erg veel volume van krijg. Maar mijn wimpers worden in ieder geval goed zwart ervan. En daar hou ik wel van. Dus dat is deze mascara. Dan heb ik van Essence de Volume Stylist 18 Hour Curl and Hold mascara. Deze heeft micro styling waxes. Vind ik een hele fijne mascara. Gebruik ik ook echt wel vaak. Heeft een full loaded pearl brush. Zoals je achterop kunt zien. Hele fijne mascara. Is er in twee kleuren. De roze en de paarse variant. Volgens mij heeft de paarse variant een iets andere belofte, zeg maar, wat hij doet. Maar ik vind de roze in ieder geval heel erg fijn. Ik heb de paarse nooit getest. Maar deze gebruik ik echt wel heel erg vaak. Dan heb ik een Clam & Doll False Lashes mascara. En ja, deze is wel zwart, maar ik heb niet het idee dat hij echt een heel erg vals wimper effect geeft. Hij wordt wel mooi zwart, maar het is niet dat ik denk van wauw. Dat is best wel bijzonder, want als ik dan het broertje ervan neem, en dat is de False Lashes mascara in de waterproof variant. Dat is gelijk dan de volgende. Die geeft dan wel dat effect weer wel. Dus net op die waterproof versie, die geeft veel meer volume dan die gewone. Dus ik weet niet of het aan mij ligt, maar echt, ik vind deze dan weer beter als deze. Dan heb ik van Essence de Lash Curler. Dat is een Volume & Curl mascara. Nou ja, hier zat dan zo'n
draaidopje aan. Nou, het effect heb ik nooit begrepen, want het werkt voor geen meter. Dus ik vind het een beetje overbodig, maar oké. Okay. Het is wel een fijne mascara, geeft ook wel wat volume, maar het is niet extreem. Ja, en doordat je dit dus zou draaien, zou die dus een krul geven. Nou ja, nogmaals, ik snap dit effect echt niet. Maar het is wel een fijne mascara, gewoon als je wat donkerdere wimpers wil. Dan heb ik van Essence de Lash Base Mascara. Dit is ook zo'n witte mascara. En ja, deze die kun je gewoon aanbrengen om ook weer wat meer volume te creëren. Of je wimpers wat intenser te laten lijken. Ik vind het zelf niet heel goed werken, die basisproducten. Maar nou ja, hij zit eenmaal in mijn stash. En heel af en toe wil ik hem nog wel eens gebruiken. Maar het is niet dat ik denk van wauw, wat is het een groter effect als dat ik hem niet gebruik. Want vaak is het ook wat moeilijker om je wimpers dan echt weer intens donker te krijgen. Doordat dit een witte mascara is. Dan heb ik van Catrice de Pret A Volume Smoky Mascara in Velvet Black. Belooft ook weer 18 hour te blijven zitten. Dit is een echt een intens zwarte mascara. Het is een matte mascara en geeft echt wel extreem veel volume. Echt een hele fijne mascara. Heeft ook weer zo'n dikke borstel waar ik heel erg van hou. Dit is ook zo'n mascara die ik gewoon heel graag gebruik. Omdat ik gewoon echt zie dat ik hier heel veel volume van krijg. Dat ik echt denk, wauw, daar kunnen mijn wimpers op mee. Dan heb ik een mascara van NYC. En dit is de Big Bold 24 Hour Mascara. Heeft ook een wat dikker borsteltje. Geeft wel wat volume, maar niet extreem veel. Hij blijft wel lang zitten. Dus wat dat opzicht vind ik dat prima. Maar het is niet dat ik er echt een krul of veel volume van krijg. Maar hij is wel lekker zwart. Dan een mascara van W7. Dit is de Big Lash Mascara. Dit is een mascara. Ja. Geeft zwarte wimpers, meer ook niet. Het is niet dat je hier big lashes van krijgt zoals die leuk belooft. Maar goed, het is wel een fijne mascara om je wimpers zwart te maken. Soms wil je natuurlijk ook niet altijd dat echte volume effect. Tenminste, het is niet altijd dat dat echt nodig is. Dan heb ik van Essence de Instant Volume Boost Mascara. Je zou hiermee klaar zijn in 10 seconden. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat ga ik sowieso niet redden. Mijn wimpers in 10 seconden helemaal klaarmaken. Het is een smudgeproof en intense black mascara met powder volume. Het is echt een hele fijne mascara. Ik heb de paarse variant. Volgens mij is die er in 2 kleuren. Want er zal ook wel weer een waterproof versie van zijn. Heeft zo'n borsteltje. Echt een heel volumizing borsteltje. Echt. Ik krijg hier echt wel veel volume van. Dus ik vind dit ook een fijne mascara. Deze zit nog niet zo heel lang in mijn stash. Want ik heb hem nog niet zo lang geleden gereviewd. Maar ik ben er echt heel blij mee. Ik heb hem tot nu toe al echt wel vaak al gebruikt. Dan heb ik van Rimmel de mascara van Kate. Dit is van de Kate Moss lijn. Hier staat niet zo heel veel over. Het is alleen een Scandal Eyes mascara. Die dan uit de Kate Moss lijn komt. Heeft een gebogen borsteltje. Echt een hele fijne mascara. Veel volume. Ja, dit zijn echt wel mascara's die echt doen wat ze beloven. Dus echt een hele fijne mascara die ik ook heel graag gebruik. Dan heb ik weer een Glam & Doll mascara van Catrice. En dit is de Sculpt & Volume mascara. Ja, prima mascara. Niet te veel poespas. Geeft wel wat volume. Niet intens veel, maar het is wel een prima mascara. Ik vind de mascara's over het algemeen uit de Glam & Doll lijn wel fijn. Dan heb ik een mascara van Fashion Professional. Dit is een False Look mascara. Dit zijn geen fijne mascara's. Ze zitten nog wel in mijn stash, maar ten eerste vind ik ze niet zo lekker ruiken en ze doen eigenlijk heel weinig voor je wimpers. Ze maken ze zwart, maar meer is het ook niet. Dit zijn mascara's die komen van de Action, zijn niet heel erg bijzonder. Dan heb ik van Essence I Like Long Lashes Volume en Length Mascara. Dit is een heel dun mascara hulsje zoals je kunt zien. Het is een mascara met ook een smal borsteltje. En hij belooft een wauw effect. Nou, je krijgt er wel wat mooiere wimpers van. Maar het echte wauw effect blijft wel uit met deze mascara.
Dan heb ik. Even kijken hoor. Mascara van de HEMA. En dit is een 3D-effect mascara. Waterproof. Vind ik wel een fijne mascara. Heb ik ook wel vaak gebruikt. Het is een. Ja, je wimpers zien er wel wat mooier uit, zeg maar, bij het gebruik van deze mascara. Het is niet super intens of zo. Want ik heb wel intensere mascara's. Maar het is op zich wel een prima mascara die je wimpers wel een extraatje geeft. Dan heb ik drie mascara's uit de Lash Princess lijn van Essence. Die hebben een tijdje zo'n lijn gehad. En het waren de Lash Princess mascara's. Ze hebben leuke verpakkingen. Dit is een soort van rubber, zeg maar, wat erop zit op die hulzen. Er zijn wel hele leuke mascara's. Ik begin even met de oranje. En dit is volume mascara. Geeft wel wat volume. Ja, hij geeft op achterop staat weer dramatisch volume. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Heeft een cobra borsteltje en die zou dan zorgen voor die extreme wimpers. Nou, ik vind het wel iets meevallen. Ik vind het wel een hele fijne mascara. Hij geeft wel degelijk wat volume, maar niet zo dramatisch veel als dat hij op de achterkant aangeeft. Dan heb ik de Sculpting Volume Mascara. Deze belooft veel volume en perfectly sculpted en van het oud lashes. Ja, deze vind ik echt wel heel fijn. Deze gebruik ik ook echt wel vaak. Geeft echt wel redelijk wat volume. Echt wel veel meer vind ik als de oranje. Vind ik echt een hele fijne. En de groene variant is een False Lash Effect mascara. Nou, mascara voor een Irresistible False Lash Effect en Dramatic Volume. Nou. Ook een fijne mascara, geeft niet dramatisch veel volume. Het is niet dat je denkt, wauw, het is net of ik net wimpers draag. Maar geeft wel wat volume. Op zich prima. Ja, wat kan ik er nog meer van zeggen? Nou ja, dan heb ik hier weer zo'n mascara van Fashion Professional. Volume Boost mascara. Ze werken gewoon niet. Dat heb ik net bij je andere ook al gezegd. Ik laat hem zien omdat hij in mijn stash zit. Maar ik vind het geen topper of zo. Dan heb ik een mascara van Max & More. En dit is een volumizing Hypnotic Black Super Defining Mascara. Deze vind ik dan wel weer wat beter. Heeft ook een dikke borsteltje. Deze geeft echt wel degelijk wel wat volume. En dat is best wel bijzonder voor Essence. Essence voor Max & More, oftewel Action. Deze vind ik dan wel echt daadwerkelijk fijn die van de Action komt. Dan heb ik weer zo'n Get Big Lashes mascara. Dit is de Triple Black mascara. Ook wel een fijne mascara. Geeft ook wel weer wat meer volume. Vind ik lekker intens zwart. Ik hou ervan. Deze vind ik dan weer beter als die twee andere varianten die ik net liet zien. Nou, dan hebben we nog een Max & More mascara. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken, want het is een beloofd volume mascara te zijn. Doet hij niet. Hij geeft geen volume. Dus daar ben ik snel klaar mee. Oh ja, nog een mascara van de Action. Dit is de Somi Volume Clam Retro Fusion Waterproof Mascara. Nee, doet het ook niet. Dus op zich... ja, leuk bedacht, maar die mascara's van Action die werken toch op een of andere manier niet. Voor mij, ja, die oranje dan na, die vond ik wel fijn. Dan heb ik van Catrice hier nog een waterproof topcoat. En dit is dus een topcoat die je over je mascara heen kan aanbrengen. Zo kun je elke mascara waterproof maken. Dus als jij nou net een mascara hebt die dus net niet waterproof is, maar die je heel fijn vindt, kun je met deze topcoat waterproof maken. Volgens mij is hij inmiddels ook al lang niet meer verkraagbaar, want ik heb hem al best wel een tijd. Maar ik vind het wel een heel fijn product. Vooral als je bijvoorbeeld in de zomer je mascara waterproof wil hebben, is dit wel heel erg ideaal. Ja, tegenwoordig zijn eigenlijk alle mascara's wel in meerdere varianten verkrijgbaar. Dus tegenwoordig is het eigenlijk al haast niet meer nodig. Omdat ze tegenwoordig gewoon... Als er een mascara uitkomt, komt die gelijk wel in meerdere varianten uit. Zodat je ook een waterproof versie hebt.
Dan heb ik van Essence de Lashes of the Day Super Volume Mascara. En dit vind ik ook wel een fijne mascara. Geeft ook redelijk wel wat volume. Het is niet onwijs, maar het is wel, ja, er komt wel wat van af. Ook intens zwart, dus echt wel heel erg fijn. Dan heb ik hier weer een Glam & Doll. En dit is een volume mascara. Dit is de zwarte variant. Prima mascara, geeft wel wat volume, lekker intens zwart, ik hou ervan. Oh ja, dan heb ik hier de mascara van de HEMA, dit is een two-step mascara. Dit is dus ook weer eerst dat je de witte variant aanbrengt en dan uiteindelijk de zwarte eroverheen. Nou, ik vind het dus niet zo goed werken, omdat je, wat ik net ook al zei, je krijgt het witte gewoon bijna niet weg. Omdat je wimpers al zo hard worden van dat... Van die witte mascara is het bijna niet te doen om een zwarte mascara overheen aan te brengen. Dus ja, vroeger vond ik dit echt heel top. Maar tegenwoordig, ik weet niet, dit op de werking gewoon iets minder is geworden. Dan heb ik van Essence de Rockin' Doll Volume & Eye Opening Mascara. Fijne mascara, geeft dat volume, lekker zwart. Vind ik ook heel fijn in gebruik in combinatie met de bijpassende eyeliner. Echt wel een fijne mascara die ik ook regelmatig erbij pak. Deze heeft een fiber borsteltje. En ja, dan krijg je toch wel vaak wat meer volume effect in je wimpers. Dus dat is wel super fijn. Nou, dan heb ik ook zo'n Lash Boost Volumizing en Lengthening Lash Base. Dit is dan ook een van Catrice. Oh, nou ja, dit is dan ook zo'n basis, witte basis die je kunt aanbrengen. En die belooft dan, ja, lengte en meer volume te geven. Maar ja, zoals ik al zei, ik vind het bij een Lash Base is het nog iets anders, want het wordt minder hard. Maar bij een echte mascara wordt het wel hard. Dus op zich, ja, het kan wel, maar... Het heeft niet echt mijn voorkeur. En nu vraag ik me ook relatief gelijk af waarom heb ik dan toch die twee. Omdat ik die nog ga testen. Maar goed. Ik weet het zelf even niet. Wat hebben we hier? Oh ja, dan heb ik van Essence de Multi Action Volume Mascara. Dit vond ik niet zo'n hele fijne mascara. Zwart, maar niet echt intens volume of Multi Action zoals die belooft. Ja, je wimpers worden er wel zwart van, maar deze hebben toch vaak meerdere laagjes nodig waarvan je dan denkt van oké, het wordt het echt zo'n klodderboel. En vaak, ja, als een mascara gewoon echt veel volume geeft, heb je niet zo heel veel laagjes nodig. En je kunt het ook wel een beetje zien, vind ik, aan de huls. Als de huls wat dunner is, dan ja, is het vaak wat lastiger. Dan heb ik van Rimmel de Clam Eyes Day to Night Mascara met de 2-in-1 Magic Cap. Dat is deze mascara. Je hebt hier echt eentje voor lengte en dit is volume. Dus je kunt hem twee lagen aanbrengen. Deze geeft echt heel veel volume. Deze gebruik ik echt heel graag. Echt een hele fijne mascara, want dit is de lengte, die is dan echt wat dunner, zeg maar. Ook wat langer en die volume die geeft dan echt een wat dikker borsteltje. Echt een hele fijne mascara. Dit vind ik echt een hele dikke aanrader. Oké. Er zat ook een lippenstift tussen mijn mascara's. Dus die heb ik er net al even tussenuit gehaald. Maar die valt dus nu op de grond. Nou, dan hebben we hier nog weer zo'n Fashion Professional Waterproof mascara. Ga ik niks meer van zeggen, want jullie weten nu wat ik ervan vind. Wat hebben we hier in de aanbieding? Oh ja, dit is een Dramatic Lash Builder mascara. Deze vind ik echt wel heel goed. Geeft echt wel veel volume. Echt wel wat dramatischer wimpers. Heeft ook een dik borsteltje. Echt een hele fijne mascara. Vind ik echt een hele goeie. En dat voor de HEMA. Dus die vind ik heel fijn. Dan heb ik een volume mascara van Shen. Dit is van Lidl, maar deze vind ik niet fijn. Want ook deze wordt echt super hard en geeft geen volume. Wel zwarte wimpers, maar je kunt er ook niet met meerdere laagjes overheen. Dus die vond ik niet fijn. Dan heb ik hier nog een Color Magic mascara van de Action. Maar ja, die vind ik dus niet zo fijn. Dus daar ja, kan ik niet zo heel veel over zeggen. Deze heeft wel een wat langer borsteltje. Maar op zich, ja, ik weet niet, ze ruiken een beetje chemisch of zo. En dat vind ik bij andere mascara's vaak niet. Dan heb ik van Catrice een Glamour Doll mascara. Deze komt volgens mij uit een limited edition. Dit is uit de Dolls Collection. Wel een fijne mascara.
Ja, geeft wel wat volume, wel zwarte wimpers. Hij lijkt een beetje op de gewone Glam Doll mascara. Maar ja, deze uit de limited edition komt, is dus een Glamour Doll mascara. Ach, dan heb ik hier nog een mascara van de Ethos. En dit is een glitter mascara. Is wel leuk voor de feestdagen bijvoorbeeld. Maar ik vind het altijd een beetje eng als die glittertjes in je ogen komen. Maar gewoon over een zwarte mascara heen is het wel grappig. Nou, nog een Maximum mascara. Die dus niet zo tof zijn. Oh, daar heb ik er nog twee van, jongens. Dit zijn echt al. Dan heb ik een dubbel lash effect. Oh ja, dit is een gewone en een waterproof variant. Maar zoals ik dus al zei, niet hele fijne mascara's. Dan heb ik nog een extra Super Lash Lash Building Mascara van Rimmel. Deze vind ik helaas iets minder fijn. Deze heb ik ooit een keer gekregen bij Maandverband. Daar zat hij op. Maar deze geeft toch wat minder volume als die andere mascara's. Dus ja, op een of andere manier viel deze een beetje tegen. Dus dat vond ik wel jammer. Even kijken. Oh ja, dan heb ik een combinatie wat bij elkaar wordt van Essence. En dit is de Forbidden Volume mascara. Dat is deze. Ik heb de gewone variant. Volgens mij is er ook een waterproof variant. Het geeft echt wel volume. Een hele fijne mascara. Die ik ook weer vaker moet gebruiken. Maar dan zoek ik dus de topcoat erbij. Die ligt dan vaak onderin. Dat is dus deze. Het is de Forbidden Volume False Lash Mascara Topcoat. En deze geeft dan inderdaad, als je deze eroverheen aanbrengt, geeft het net wat extra's. Dus deze twee vind ik echt een hele fijne combinatie. Echt heel goed. Dan heb ik een mascara van NYC. Dit is een Cityproof Waterproof Mascara voor 24 Hour. Echt een hele fijne mascara. Geeft ook veel volume. Blijft goed zitten. Heeft echt een waterproof variant. Deze vind ik echt heel fijn. Ik heb een paar mascara's die bij elkaar horen. Oh ja, nou hebben we nog een Fashion Professional mascara. Dit is een False Lash Fiber met aan de ene kant een witte mascara en aan de andere kant een zwarte. Nou, deze krijg ik helemaal niet dekkend. Dus ja, dat is die. Dan heb ik twee mascara's van Catrice. Deze vind ik niet zo fijn. Dit zijn de Jet Lash Speed Volume mascara's. Ik heb hem in de Ultra Black variant en de Waterproof. Nou, het zijn twee dezelfde mascara's, alleen de ene is dus waterproof. Maar ik vind deze mascara's niet zo fijn. Ze belanden heel snel in je oog. Doet echt onwijs zeer. Nou ja, dat is logisch. Maar ik weet niet. Ze geven niet echt heel veel volume en ook niet echt een ultra zwart effect. Dat vond ik een beetje jammer van deze mascara's. Dan heb ik nog een mascara van Essence. Dat is de All Eyes On Me Multi Effect Mascara. Prima mascara. Geeft niet heel veel volume, maar je kunt je wimpers er wel zwart mee maken. Ik heb deze variant ook altijd in mijn make-up tasje zitten, die ik altijd in mijn tas heb zitten. Gewoon dat ik wel een mascara bij me heb. Dus eigenlijk ja, ik vind hem wel oké. Om vooral gewoon om een beetje bij te werken bijvoorbeeld, is dit prima. Dan nog een mascara van NYC. Dat is de City Girls mascara. Ook een hele fijne mascara die je wimpers ook krult. Echt een heel erg fijne mascara die ik ook echt al vaak heb gebruikt en ook graag gebruik. Dan twee Miss Manga mascara's. Allereerst is dit de Mega Volume Mascara. Geeft echt heel veel volume. Echt een hele fijne mascara. Gebruik ik ook heel graag. En dan heb ik ook de Punky. Dat is de gele. En dit is ook echt een hele fijne mascara. Geeft net weer een iets ander effect als deze. Maar beide veel volume en ja, vind ik top. Dan twee mascara's van Catrice. En waarom ik ze allebei heb, ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Dit zijn de Rock Couture Extreme Volume Mascara's die 24 uur blijven zitten. Nou, het is de gewone, wel een fijne mascara. Niet extreem veel volume, maar gewoon basic. En dit is dan de waterproof variant. En daarvoor geldt hetzelfde. Blijven wel goed op zijn plek zitten. Dus die 24 uur haalt hij wel. Maar het is niet dat je echt denkt van wauw, wat een booster of zo.
Dan heb ik de False Lashes Mascara met Extreme Volume & Curl van Essence. Deze vind ik echt daadwerkelijk ook heel erg goed. Gebruik ik graag. Vind ik echt heel fijn. Echt een hele toffe mascara. Dan heb ik de Luxury Lashes Waterproof Volume Mascara. Met Cashmere Protein. En dit vind ik ook daadwerkelijk een hele fijne mascara. Hij is van Catrice. Echt ook een heel fijn... volumizing mascara die echt wel volume geeft, intens zwart is. Deze vind ik ook daadwerkelijk heel fijn. Dan heb ik de Scandal Eyes Curve Alette mascara van Rimmel. Hele fijne mascara ook, lekker groot borsteltje. Je kan lekker bij alle wimpertjes, echt ook heel veel volume. Gebruik ik ook heel erg graag. Dan heb ik de All Round mascara Extra Volume Length and Curl. Fijne mascara, gewoon basic, niet extreem veel volume of krul, maar gewoon een mascara die op zich wel prima is om ook gewoon mee bij te werken. Maar ik vind het op zich wel een fijne mascara, maar er zijn wel betere mascara's, zeg ik heel eerlijk. Dan ben ik er bijna doorheen. Ik heb nog deze mascara. Dit is van Outdoor Girl. Dit is de Blackest Black mascara. Deze vind ik oprecht echt heel fijn. Dit was echt een hele goedkope mascara. Volgens mij heb ik er 2,50 voor betaald. Echt wel veel volume. Ook wel een beetje krul. Lekker intens zwart. Ik gebruik deze echt met heel veel liefde. En dat voor 2,50 euro, jongens. Ik snap het niet. Dan ben ik toe aan de laatste mascara. En deze zit in dit doosje. Want dit was toen, die kreeg je toen een keer bij de Kruidvat toen Rimmel zo lang bestond. En dat is dus deze spiegeltje. Hier zit de Scandal Eyes Retro Glam Mascara in. Hele fijne mascara. Veel volume, lekker zwart. Ook wel een klein beetje krul aan de wimpers. Maar echt een hele fijne mascara die ik ook... Ik gebruik hem eigenlijk te weinig, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij in dit blikje zit. Maar ik vind het echt een hele fijne mascara, dus ik zou hem echt vaker moeten gebruiken. Dan waren dit alweer al mijn mascara's die in mijn stash zitten. Ik ben er een beetje wat sneller doorheen gegaan, althans ik heb het geprobeerd. Dat kan ik natuurlijk pas zien aan het einde als de video helemaal in elkaar zit, maar... ik heb geprobeerd om het niet heel langdradig te maken, omdat er heel veel mascara's waren. Misschien vraag je je af, waarom heb je mascara's die je niet twijfelt ook nog in je stash zitten? Ik vind het heel moeilijk om afscheid te nemen van producten. Ik kan dat niet. Dus ik laat ze dan ook gewoon lekker inzitten van, hey, weet je, het blijft lekker liggen. Ook al gebruik ik je bijna nooit. Dus dat is een beetje het feit, zeg maar. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw favoriete mascara is. Is dat de eentje die ik heb laten zien? Of gebruik je een totaal andere mascara? Laat het zeker weten bij de comments. Vind ik wel leuk om te lezen. En voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk even gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je melding zodra er een nieuwe video verschijnt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!